Wie ben jij? Kevin. Doe jij een cross? Ja. Hoe lang al? Hoe oud ben je? 8. In welke klasse rij je? Welke klasse? Welke motocross? Hoeveel cc heeft jouw motor? 50. Heb je al wedstrijden gereden? Ja, met mijn KTM, maar die heeft papa nu verkocht. Oké. En nu? Geen wedstrijden meer? Jawel. Alleen dan moeten we eerst een andere motor hebben. Oké, en wat wil je worden? Wereldkampioen? Ja, dat zei ik vroeger toen ik klein was. Oh, je bent nou niet klein meer, hè? Dat is waar. Hey, en wanneer stap je over naar een andere klasse? Dat weet ik niet. Zullen we eens even bij je motor gaan kijken? Ja. Dit is jouw motor. Vertel er eens wat over. Hij gaat heel erg langzaam. Gaat hij te langzaam? Ja. Die andere ging harder. Die ging naar 80 km per uur. Kan papa hem niet opvoeren? Nee, maar hier ga ik ook niet lang mee rijden. Deze wordt voor Colin. Voor mijn broertje. Ah, oké. Hoe oud is je broertje? 4. 4 en die crosst ook al? Nee, had ik wat. Oké. Hey, en hij is wel heel, hij is heel laag, hè? Ja, dat wel. Maar hij rijdt wel lekker. Hey, ga er eens een stukje mee rijden. Dat wil ik wel even zien. Hey, maar je hebt wel een nummer 1 erop, hè? Ja. Ben je eerste geworden? Nee, nog nooit. Altijd laatste, bijna. Maar dat is je grote wens, om je eerste te worden, of niet? Oh, ja. Oké. Ik was een keertje 5e. Van de? Hoeveel? 5. Van de 5. Kijk. Ja. Dat was in Engeland. In Zweden waren er ook nog In Zweden? Ja. Wat waren daar lekkere? Meer rijders. Hè? Meer rijders. Nou, dat niet. Ja, ook wel. Meisjes. Hè? Meisjes. Ja, ook. Die vinden dat wel stoer natuurlijk als jij zo rijdt. Ja. Heb je al een vriendinnetje? Ja. Goed zo. Hè? Goed zo. Nou, rijden. Ik heb er... Zes volgens mij. Zes vriendinnen, net als papa. Dat heeft hij denk ik wel meer. Papa heeft er meer, zeg je? Meisjes. Oké. Je doet altijd je nekbescherming om. Ja. Heel verstandig. Ja.